Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over de Otto Laser Master 3 en over lasergraveren. Het is de eerste volle week van september 2023 en dit is traditioneel bij ons hier waar ik woon in Arnhem een week van de herdenkingen van de Slag om Arnhem. En wat ik vandaag ga doen, ik ga een nieuw materiaal toevoegen aan onze series met allerlei materialen die we laseren. Ik ga namelijk leer laseren. Nou is het even een tricky ding, want ik bestel meestal mijn goodies en mijn spulletjes vanuit China. Simpelweg omdat dat goedkoper is, heeft wel wat langere wachttijd, maar het is veel goedkoper dan hier in Nederland te kopen. En ik heb daar onder andere een pasjeshouder gekocht. Waarop zij adverteren dat het leder is. Er staat ook op King Dushi Leather. Dat staat erop. Kun je misschien zien daar ook. Oh, dit staat in spiegelbeeld. Maar er staat King Dushi Leather. Nou, hartstikke mooi. Jammer. Maakt ook niet uit. Het voelt ook wel een beetje als leder. Maar ik heb ook wel mijn twijfels daarover of het misschien geen kunstleer is. Ik weet dus ook dat het best wel tricky kan zijn. Want laser kan giftige gassen afgeven. Overigens, sowieso, leer stinkt verschrikkelijk als je het gaat lezen. Dat is wat ik gelezen en gehoord heb. En daar ga ik vanuit dat dat zo is. Ik ga dit hier lezen. Ik ga daar een logo van de eerste Engelse luchtlandingsdivisie op lezen. Met daarbij een tekst, Lest We Forget. Dat is een spreuk die hier in onze regio überhaupt met de oorlog gerelateerd is. Maar die eigenlijk heel veel gebezigd wordt in de zin van als het gaat om herdenkingen van de Slag om Arnhem. En het betekent eigenlijk niets meer en niets minder als op dat wij nooit vergeten. Ja. En dat ga ik doen. Ik ga u niet laten zien hoe je nou in Lightburn een afbeelding overtrekt. Ik heb inmiddels denk ik al wel 10 video's ergens lopen die niet specifiek over het overtrekken van een afbeelding gaan. Maar waarin je dit ziet gebeuren. Waarin ik een afbeelding download van het internet. Meestal een soort tekening. Die doe ik overtrekken in Lightburn. En dan heb ik in feite een laserbaar project. En ga ik wel vertellen met welke settings ik dit ga doen. Ik ga beginnen, want ik weet niet helemaal zeker hoe sterk en hoe zwaar het moet gaan zijn. Dus de eerste keer dat ik er overheen ga, gaat met 25% power zijn. Dus relatief laag. Ik wil er niet doorheen branden namelijk. Het is denk ik relatief dun leer. 25% power. 6000 mm per minuut. Dat is wat ik ga doen. Ik heb natuurlijk de oppervlakte opgemeten. Het was ongeveer 5 bij 5. 4,5 bij 4,5 centimeter. Zoiets. Dan heb je een mooie vlak, zeg maar. Ik ga kijken of we hier die afbeelding op kunnen krijgen. En of het nu kunstleer of leer is. Als het kunstleer is, overigens bij leer ook, zorg gewoon voor heel veel ventilatie. Daar ga ik voor zorgen. Goede afzuiging. En dan is het misschien ook wel handig om de air assist aan te zetten, zodat hij zeg maar eventueel roet eruit blaast. Kijken hoe dat eruit gaat komen. Het is een experiment. Lukt het niet, dan lukt het niet. Lukt het wel, dan lukt het wel. Ik ga eigenlijk van het laatste uit, want meestal lukken de experimenten wel. Nou, we gaan kijken. Ja, we moeten natuurlijk focussen. Dat heb ik inmiddels gedaan. Dat doen we dus aan de hand van dat kleine hendeltje hier, hè, waarmee die gefocust wordt. Hij moet uitgelijnd worden. Ook dat heb ik inmiddels gedaan met de kaderknop. Ik zal hem even indrukken in de hoop dat je dat nog een keer kan zien. Zo. En dan is het tijd om te gaan starten. Ik ga wel eerst een afzuiging aanzetten. Ik heb hier al alle ramen open gedaan. Ik ga de rook of de air assist aanzetten. En ik ga de omkasting dichtmaken. We gaan zo meteen het resultaat zien. Nou, en dit gaat relatief snel. We gaan hem er eens uithalen en hem eerst even schoonborstelen en hem dan nader bekijken. Dit is die dan. Hij is werkelijk subliem gelukt. Geen diepe gravure hoeft ook niet, want hoe dieper die gaat, hoe meer kans je hebt dat je door het materiaal heen lasert. 6000 mm per minuut, 25% power op mijn 10 watt laser. Daarbij gezegd dat het natuurlijk ook materiaalafhankelijk is en wat je wilt bereiken. Dus als je het wilt snijden, dan is het iets heel anders. Het stinkt hier nu niet, alles is keurig schoongezogen en de lucht is keurig weggeventileerd. Ik vind het erg mooi. Ik hoop dat jij dat ook vindt.
tot de volgende keer. Dag.